Toen deze vrouw, Pihu, besefte dat haar pasgeboren kind 2 hoofden had, liet ze de baby in de steek. Maar wat er daarna gebeurt, doet je huilen. In tegenstelling tot de meeste meisjes in haar straat, had de 13-jarige Pihu een andere levensstijl. Zij en haar moeder waren dakloos en woonden onder bruggen en in verlaten gebouwen. Maar ondanks de ontberingen waarmee ze te maken hadden, steunde Pihu haar moeder. Zelfs als het weer ongunstig was of als ze niet genoeg te eten hadden, klaagde ze nooit. Ze zou haar moeder nog steeds een nachtzoen geven en beloven dat ze hun leven zou veranderen. Maar de waarheid is dat dit meisje niet eens wist hoe ze zich een weg naar de top zou banen. Ze was gestopt met school en er was geen hoop dat ze nog zou terugkeren. Maar op een dag kwam er hulp op een onverwachte manier. Een paar jaar daarvoor leidde Pihu een heel goed leven. Haar moeder was een huisvrouw die goed voor het gezin zorgde, terwijl haar vader een bedrijf had. Helaas werd bij hem leukemie vastgesteld en dat was het moment waarop hun leven in een stroomversnelling kwam. Het gezin gaf alles wat het had uit aan zijn behandeling. Ze verkochten hun auto's en huizen en moesten in opvanghuizen wonen. Helaas verloor de vader van Pihu de strijd en sindsdien belanden Pihu en haar moeder op straat, waar ze elk eenvoudig klusjes deden om eten op tafel te krijgen. Het was op een van die dagen dat Pihu op straat was dat ze een 14-jarige jongen ontmoette, Vikram. Die dag stond Pihu langs de kant van de weg auto's te poetsen toen er een grote blitse auto passeerde. Gelukkig was het druk, dus Pihu stormde achter de auto aan en begon de ruiten schoon te maken. Een paar seconden later draaide de bestuurster een vrouw het raam omlaag en dat was het moment waarop Pihu en Vikram elkaar ontmoetten. De tiener vertoonde een opvallende gelijkenis met de vrouw, waardoor Pihu wist dat hij haar zoon was. Onmiddellijk richtten de twee hun blik op elkaar en het was liefde op het eerste gezicht. Vikram vond dat iemand zo mooi en frel als Pihu niet op straat achter auto's aan zou moeten rennen. Wat Pihu betreft zag Vikram er zo knap uit dat ze hem eerst voor een vrouw aanzag. Hij had lang donker haar, een scherpe kin en pruilende lippen. Toen Pihu klaar was met het wassen van de auto, stak Vikram zijn hand in zijn zak en gaf haar geld. Pihu was zo verbaasd toen ze het geld telde. Het zou haar ongeveer 7 dagen kosten om het geld te verdienen dat hij haar zojuist gegeven had. Ze stond op het punt dankjewel te zeggen, maar de vrouw reed weg. Pihu keek door de voorruit en ze zag dat de jongen naar haar zwaaide. Ze glimlachte naar hem en rende weg om het goede nieuws aan haar moeder te vertellen. 3 dagen later stond Pihu met haar moeder onder de brug toen een witte auto aan de kant ging. Enkele seconden later opende iemand de voordeur. Het was de moeder van Vikram en Pihu herkende haar meteen. De vrouw, Natasha, liep toen naar de moeder van Pihu en de vrouwen wisselden beleefdheden uit. Daarna gaf Natasha de moeder van Pihu een grote mand met eten. Mijn zoon wil dat ik dit aan je dochter geef, zei ze zonder te glimlachen en liep terug naar de auto. Onmiddellijk startte ze de motor. Vikram deed zijn raampje naar beneden en zwaaide naar Pihu voor zijn moeder wegzoefde. Vikram was de enige zoon van Natasha en, nadat ze zijn vader verloren had, bouwde ze haar wereld rond haar zoon en deed alles wat hij vroeg. Natasha bleef Pihu en haar moeder bezoeken, maar ze liet Vikram nooit uit de auto komen. Naarmate de bezoeken bleven doorgaan, raakte Natasha gesteld op Pihu en de eerlijkheid en het hardwerkende karakter van haar moeder. Ze zag dat Pihu heel intelligent en bekwaam was en ze wilde niet dat alles verloren zou gaan. Dus vroeg ze Pihu en haar moeder op een dag om als haar kok te werken. Ze vertelde hen dat ze een kamer in haar huis konden krijgen en ze beloofde ook de opleiding van Pihu te financieren. Ze waarschuwde Pihu echter om nooit in de buurt van Vikram te komen. Op de geplande dag haalde Natasha Pihu en haar moeder op en reed ze naar het huis. Tijdens de rit keek Pihu in de spiegel en ze zag Vikram naar haar staren. Toen hun blikken elkaar ontmoetten, glimlachte hij naar haar en zij beantwoordde het gebaar. 3 dagen nadat ze hun intrek in het huis genomen hadden, was Pihu borden aan het wassen toen Vikram de keuken binnensloop. Toen trok hij aan haar haar, hield haar haar vast en leidde haar een geheime kamer in. Daar aangekomen gaf hij haar een oorbel. Deze is speciaal voor jou, zei hij en keek hoe Pihu glimlachte. Deze twee waren duidelijk verliefd op elkaar. Ze bleven elkaar in deze geheime kamer zien. Ze keken er naar films, aten samen en hielden zelfs elkaars hand vast. Dit ging zo 2 jaar door en Natasha vermoedde niets. Helaas kwam op een dag hun geheim uit. Die dag waren Pihu en Vikram, al 19 en 20, in de geheime kamer toen Natasha plotseling de deur opendeed en hen betrapte in een intieme houding. Ze barstte in woede uit. Ze voelde zich verraden en stuurde Pihu en haar moeder het huis uit. Vikram vertelde zijn moeder echter dat hij klaar was met zich te verstoppen en dat hij Pihu niet zou verlaten.
Sindsdien financierde Vikram de universitaire opleiding van Pihu en een jaar nadat ze afgestudeerd was, vroeg hij haar ten huwelijk. Hoewel Natasja de bruiloft bijwoonde, deed ze dat alleen om Vikram gelukkig te maken. Bij de geringste gelegenheid zou ze Vikram vertellen dat Pihu niet goed genoeg voor hem was en dat ze hem alleen maar ongeluk zou brengen. Het kan me niet schelen of ze ooit op straat leefde. Ik hou van haar en dat is het enige dat telt, zou Vikram tegen zijn moeder zeggen. Een paar maanden na de bruiloft werd Pihu zwanger en een echo bevestigde dat ze een tweeling kreeg. Helaas hadden de dokters zich vergist en een grote schok stond iedereen te wachten. Niettemin was Vikram zo blij, want hij had altijd al een tweeling gewild. Hij was er nog meer van overtuigd dat zijn moeder ongelijk had. Hoe kon Pihu hem ongeluk brengen terwijl ze net op het punt stond hem kinderen te schenken van wie hij zou houden alsof niets anders ertoe deed? Na verloop van tijd kreeg Pihu weeën en ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor een keizersnede. De dingen dreigden helaas eng te worden. Terwijl de dokters de baby naar buiten brachten, ontdekten ze plotseling dat de baby een extra hoofdje had met volwaardige ogen, oren, een neus en een handje dat door de buik stak. Het bleek dat een van de tweelingen parasitair was en zich voedde met de andere tweeling. Ze waren vanuit de borstkas met elkaar verbonden en deelden gemeenschappelijke bloedvaten vanuit het hart en de lever, zei een dokter. Het kind werd onmiddellijk met spoed naar de neonatale afdeling gebracht. De dokters vertelden toen aan Pihu en haar man dat een operatie de enige oplossing was. Ze namen echter geen blad voor de mond en vertelden het stel dat de operatie levensbedreigend was. De wereld van Pihu en Vikram stond stil. Dit had de gelukkigste dag van hun leven moeten worden, een dag waarop ze iedereen een ongelijk zouden bewijzen. Hoe kon hen dit overkomen? Je moet nu een beslissing nemen. We hebben maar weinig tijd, zei de dokter. Misschien breng ik ongeluk, zoals je moeder zei. Ik weet niet wat ik de dokter moet zeggen, zei Pihu en huilde op de schouder van haar man. Vikram was ook erg bang. En net als zijn vrouw dacht ook hij niet dat de baby het zou halen. Ze waren gewoon radeloos. Even later keek Pihu op naar de dokters en zei: we weten echt niet wat we moeten doen, maar we zullen haar in jullie zorg overlaten. Als jullie denken dat jullie haar kunnen redden, ga dan door met de operatie, zei ze, waarna zij en haar man met tranen in hun ogen vertrokken. Die avond kwam Natasja het ziekenhuis binnengestormd en ze zei allerlei gemene woorden tegen Pihu, maar Vikram hield zijn vrouw stevig in zijn armen. Hij zei haar dat alles goed zou komen en dat hij nooit van haar zijde zou wijken. Enkele dagen later werd de baby doorverwezen naar een groter ziekenhuis en een team van chirurgen opereerde haar. Tijdens de operatie wachtten Pihu en Vikram angstig in de wachtruimte, maar geen van beiden geloofde dat hun dochter het zou halen. Na 4 uur kwam een chirurg uit de operatiekamer en hij benaderde het bange koppel. Ze heeft het gehaald, je meisje leeft en is gezond, zei hij opgewonden. Pihu en Vikram gilden blij. Ze waren zo opgewonden dat vreugdetranen over hun gezichten stroomden. Een paar uur later mochten ze hun dochter zien. Toen ze binnenkwamen hielden Pihu en Vikram elkaars hand vast en ze keken hoe hun dochter vredig sliep. Ze keken ook hoe haar borstkas op en neer bewoog terwijl ze ademde. Ze leeft, onze baby leeft en ze ziet er zo mooi uit, huilde Pihu blij. Zoals je ziet verliep de operatie goed en verwijderden de dokters met succes het hoofd van de parasitaire tweeling. Kijk eens hoe ze er nu uitziet. Enkele dagen later mocht het meisje eindelijk naar huis om bij haar ouders te zijn. Een kind brengt, zegt men, voorspoed en wat dit meisje betreft, haar aanwezigheid veranderde hoe Natasja over Pihu dacht. Natasja hield zoveel van haar kleindochter en ze kon niets anders dan de genegenheid ook op Pihu overbrengen. Ze verontschuldigde zich toen tegenover Pihu voor hoe ze haar behandeld had. Sinds jij in het leven van mijn zoon bent gekomen, is hij een ander mens en hij is zo gelukkig. Heel erg bedankt. Het meisje, nu 5 jaar, is kerngezond en iedereen houdt zielsveel van haar. Ik hoop dat je van dit verhaal genoten hebt. Like en abonneer je om meer mooie verhalen als deze te ontdekken.